Sarah Collier heeft er net een martini-trip naar Ibiza op zitten. Daar kon ze zich inleven in de echte martini-wereld. Interviews, catwalks en een fotoshoot met Bryan Adams als fotograaf. En uiteraard heeft ze ook haar kansen kunnen afwegen tegenover die van haar concurrenten. Denken wat ik ook wel een beetje ondervonden heb in Ibiza zelf. Denk dat mijn troeven vooral zijn dat ik anders ben. En daar bedoel ik ook mee qua uiterlijk. Ik was echt de enige met kort haar. Ik was de enige ook met een bleke huid. Het martini-gezicht worden is echt wel mega. Je wint 150.000 euro. Wordt wereldwijde ambassadrice van het drankje. En je treedt in de voetsporen van heel grote madammen. Naomi Campbell is het gezicht al geweest van Martini, Charlize Theron, Isabella Rossellini ook langer geleden, Gwyneth Paltrow. Dus ja, toch ook wel niet de minste namen. Hè, dat je dan stel je voor. En dan Sarah Collier uit Antwerpen. Ja, dat zou wel iets zijn. Hè. Om naar de grote finale in Milaan te kunnen volgende maand, heeft Sarah nog uw steun en vooral uw stem nodig. Ja, jullie kunnen voor mij stemmen via de site van Martini, dat is facebook.com/martini. Daar klik je Royal Casting aan, Ibiza, en daar zal je mij vinden in groep 4. Dank u!